President Chandrika Prasad Santokhi en vice-president Ronnie Brunswijk roepen de samenleving op zich te houden aan de COVID-19 maatregelen. De COVID-19 situatie is volgens de regeringsleiders heel zorgwekkend, mede omdat de nieuwe varianten gevaarlijker zijn. Maar dat kunnen we allemaal minimaliseren door ons te houden aan die COVID-maatregelen. Hoe zat dat COVID-gevaarlijk? En de enige vast van ook aan fitness aan die zee, na die COVID-regels zijn, Grand Lantistel, zijn, maar voor de datra takieren, als je doet zo, dat ook kan beperken a besmetting voor COVID in de samenleving. Handen wassen, mondkapje, ontsmetten, afstand, 1,5 meter. Hoe net doen? Geen contacten groepen, maar toch, we doen. Versailles door. Samenscholen is verboden, maar toch overtreden we de regels. De regeringsleiders benadrukken dat alleen wanneer de gemeenschap een bijdrage levert door zich te houden aan de regels, de COVID-19-situatie beheersbaar zal worden. De getroffen maatregelen zijn niet bedoeld om het volk te beperken. President Chandrika Prasad Santokhi en vice-president Ronnie Brunswijk.